genodigden en niet te vergeten Marian Koldewij, ontwerpster van het gedenkteken, en Jelko Arts van het educatief programma. En ook een hartelijk welkom aan uw gasten. Vrijdag 30 maart 1945 was een bijzondere dag. Het was Goede Vrijdag en Aalten, Bredevoort en de buurtschappen werden bevrijd van 5 jaar oorlog en onderdrukking. Vrijheid. De vurige wens om weer vrij te zijn werd werkelijkheid. Vrijheid 77 jaar later. Wij beseffen dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Vrijheid vraagt om onderhoud. En dat onderhoud is niet eenvoudig. Er zijn tendensen in onze samenleving die de vrijheid aantasten. Vrij zijn is beslist geen ongebonden gedrag in woorden en opvattingen. Echte vrijheid is een waarde die de ander en groepen in hun waarden laat. Vrijheid beleven gaat nimmer ten koste van de ander. Ook in ons Europa wordt de vrijheid thans bedreigd. Een vreselijke oorlog woedt in het oosten van ons werelddeel. Ook dit maakt ons bewust dat vrijheid beslist geen vanzelfsprekendheid is. Vrijheid, het is net als met zuurstof. We hebben het nodig om te leven en het is niet vanzelfsprekend. Beste mensen, beste kinderen, wees dan hoeders van de vrijheid. En dat was ook de motivatie van de initiatiefnemers. Onder andere de erfgoedcommissie van de gemeente Aalten om dit gedenkteken op te richten. Hallo, ik ben Mirjam Koldewij, beeldend kunstenaar. Ik kom uit Eibergen en ik ga u vertellen hoe ik tot het idee ben gekomen. Het vrijheidstafereel. Deze plantafel die u voor u ziet herinnert u aan vroegere tijden. Het was een pronkstuk in de beste kamer waar een mooie bloem of plant op stond te stralen. De poten lopen iets naar buiten, waardoor het richting de hemel verwijst. Er staan 17 klaprozen in de vaas, iedere klaproos met zijn eigen vorm. Dit is de verwijzing naar de unieke persoon van elke militair die voor ons land heeft gevochten. Deze militairen zijn begraven op Berkenhoven. 1 klaproos ligt op de plantentafel. Deze klaproos verwijst naar de militair die in Duitsland is begraven. Waarom klaprozen? Het gebruik hiervan is terug te voeren tot de Eerste Wereldoorlog, waar de bloedrode klaprozen groeiden op de gebombardeerde slagvelden en de eindeloze hoeveelheid vers gedolven graven. In de gemene bestlanden worden de klaprozen, ook wel poppies genoemd in het Engels, gedragen in de periode voor 11 november, Remember Brent Day. Aan de klaproos wordt nog een symboliek toegekend. De kleur rood verwijst naar het ontzettende bloedvergieten van de overledenen. De zwarte kern naar dood en rouw. In het hart van de bloem is een kruisvorm te herkennen. De klaproos is het symbool geworden voor het ondraaglijke lijden van alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, maar is na de Tweede Wereldoorlog symbool geworden voor alle doden. Tegenover de plantentafel ziet u een bankje met een lamp, ook uit die vroege tijden. Op de 4 zijden van de lamp zult u straks zien dat de namen van de overledenen zijn uitgevreesd. Op de zitting van het naastgelegen bankje is een gedicht uitgevreesd, zodat het geheel samen een huiselijk geheel wordt en passanten, mensen die langskomen, even rustig kunnen gaan zitten voor een moment van bezinning. Daar kun je dan een tijdje over nadenken, maar ik heb vooral teruggekeken naar de allereerste tekeningen die ik zag van het kunstwerk. En dan zie je eigenlijk inderdaad iets heel huiselijks. Een bankje, een schemerlamp en een bloementafeltje dat mij doet denken aan een tafel dat mijn moeder ook heeft met zijn vaasje erop.
Die is dan wel niet zo groot, maar ietsje kleiner. Maar dat gevoel van huiselijkheid, die huiskamer, dat is waar het voor mij invoelbaar wordt voor leerlingen van groep 7. En we hebben de afgelopen 2 weken met elkaar het gehad over wat is nou voor jullie dat gevoel van thuiskomen. Dat gevoel van thuis zijn bij iemand waar je je veilig voelt, waar je mag zijn wie je bent. En waar je kan spelen zoals je wil, waar je op de trampoline kan springen. Wat is dat gevoel van thuis zijn en wat gebeurt er als dat gevoel in gevaar komt? Wat er nu in Europa op heel veel verschillende plekken ook gebeurt, zeker voor jonge mensen. Die hebben we met van beeld voorzien, we hebben daar tekeningen bij gemaakt. Ik zeg we, maar ik bedoel zij, ik heb dat niet gedaan. Die hangen allemaal hier in de Aladna-hal. Die hangen in het voorportaal. Ongeveer 20 posters gemaakt door deze geweldige leerlingen. Die hangen daar nog 2 weken. Dus ik wil u vooral ook uitnodigen als het straks nog erger begint te regenen, om dan vooral naar binnen te gaan en daar even te gaan kijken wat vrijheid betekent voor deze leerlingen van groep 7. Vriendelijk doen. Hier is Made met het gedicht dat zij zelf heeft geschreven over vrijheid. De titel is Bloemenveld. Thuis voel ik me veilig en vrij. Het lijkt net alsof ik alleen ben. Als ik mijn familie zie, dan voel ik me vrolijk en blij. Mijn familie betekent zoveel voor mij. Wat als je geen familie had? Ik hou van je familie. Mijn opa en oma hebben een hond, Sazoo. Vaak als we gaan wandelen, vertel ik al mijn geheimen aan Sazoo. En dat vind ik fijn. Iemand waar ik mijn verhalen aan kan delen zonder dat hij mij verklapt. Als de hond zonder halsband loopt, dan voelt zij zich denk ik vrij. Mijn knuffel is een schaapje. Zij baby in mij. Het is mijn lievelingsknuffel. Als je huis gaat overstromen, wordt je lievelingsknuffel meegenomen. In oorlog moet je schuilen, daardoor moet je misschien huilen. Er hebben 18 soldaten gevochten voor jouw vrijheid, daardoor is er nu veel blijheid. Nu is het fijn voor jou en mij. Grote weilanden. Ik voel me als een vis in het water. Lekker op de zondagochtend. De zon in je ogen. De koeien die aan het rollen zijn in het gras. Met mijn hond spelen in het bos. Rennend achter takken aan. Wat nou als dat niet meer kan? Ja, dan zijn we nu gekomen aan de onthulling van de kunstwerk. Onder leiding van de burgemeester Anton Stapelkamp zullen dat doen de buurtbewoners Frans van Kopenhagen, Martijn Broekhoff en Toon Benning. En ik zou willen vragen aan de burgemeester om de zaak goed te managen. W.T. Davis, 26 juni 1943, 21 jaar. W.H. Thompson, 26 juni 1943, 21 jaar.
F. Mills, 26 juni 1943, 20 jaar. G. F. Tritton, 26 juni 1943, 28 jaar. B. H. Church, 26 juni 1943, 21 jaar. E. H. E. Clayton, 29 maart 1945, 21 jaar. T. Brin, 30 maart 1945, 36 jaar. F. Free Francis, 30 maart 1945, 27 jaar. B. R. Tom Kins, 30 maart 1945, 19 jaar. E. E. Horak, 30 maart 1945, 18 jaar. D. E. Pepperell, 30 maart 1945, 20 jaar. L. Stills, 30 maart 1945, 22 jaar. E. E. T. Fuller, 30 maart 1945, 33 jaar. E. Thomas, 30 maart 1945, 24 jaar. G. E. C. Duncan, 30 maart 1945, 20 jaar. E. W. Spark, 31 maart 1945, 24 jaar. C. G. Stitten, 31 maart 1945, 24 jaar. R. P. Joni, 31 maart 1945, 21 jaar. Dank u wel. Het geluid van spelende kinderen op de achtergrond wil ik u vragen om een minuut stil te zijn. En daarna zingen wij het Wilhelms. Thank you.